Morg. Morg. Maar zijn we al begonnen dan? Ik hoop het niet. We zijn begonnen met rozen, man. Hey. Ja, maar ja, maar hey. Vandaag in de gaming PC van Rick Broers, a.k.a. Serpent Gameplay, a.k.a. de man die ongelooflijk veel streamt op Twitch. Ook trouwens, zijn XXL gameplays zijn best wel uniek hedendaags, omdat mensen wel meer voor de snelle content gaan, gaat Rick nog steeds voor datgene wat hij tof vindt. Op Twitch is hij vele dagen te vinden, meestal zo'n 100 uur per maand, en is hij uiteraard niet weg te denken in de top van Twitch binnen Nederland. Je moet hem kennen, en als je hem niet kent, ga je hem vandaag beter leren kennen, want we gaan een hele dikke PC voor hem bouwen. Let's go. Je hebt weer een van je klassieke overhemdjes aan. Dit is wel een van mijn favorieten, ja. Dit is echt zo die zwarte markt draken overhemd die je vroeger kocht. Ja, dit is echt een overhemd dat ik als kind graag had willen hebben, maar yes. Nu heb ik het eindelijk. Ja man, mijn neefje kwam volgens mij bijna met precies zo eentje thuis van de zwarte markt in Beverwijk. Dat heb je best een cool neefje. Ja man, hij was teringhard man. Lekker man, leuk dat je er bent bro. Nou, dank je. En we weten natuurlijk allemaal waarom Rick hier is. En, computer traag. Zijn computer is fucking traag, maar volgens mij heb je hem al 50 jaar, voor mijn gevoel. Of je hebt hem gewoon binnen 2 jaar gebruikt, alsof hij 50 jaar oud is. Ja, nou, het is een beetje een soort bouwprojectje dat er iedere keer wat ingaat en dan gaat er weer wat uit en dan ben je een beetje onderdelen aan het wisselen. En op een gegeven moment is het, ik wil een nieuwe videokamer, maar voor mij past het niet eens meer in mijn kast. Yeah. Ja, gewoon onhandig. Ik dacht, laten we gewoon een keer even opnieuw beginnen, even dat versen. Ja, want er staat ook gewoon zoveel software op, dat als ik hem nu open, dat je zo 10 pop-ups krijgt. Bro, ja. Ja, op zich is dat nog wel te fixen met gewoon schone installatie. Nee. Maar het ding is, van we hebben elkaar al heel vaak gesproken over dit onderwerp. Volgens mij ook al 3 jaar geleden dat we dat zeiden, van hé, laten we een keer een PC bouwen. En nu is het er eindelijk van gekomen. Dus ik kan me wel... Ik geloof nog steeds niet helemaal eigenlijk. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat... Toen zei je al, mijn PC is echt fucked up. Dus je hebt gewoon nog 3 jaar lang dat bak ellende heb je gewoon nog steeds volgehouden. Ik heb in de tussentijd de 2070 ingestopt. Oh, je had wel een nieuwe videokaart, ja. 2070. Ja, dat is de huidige videokaart. Die was toen nieuw. Ziek bro, oké, dat is wel echt een tijd geleden, man. En shout-out naar Tones. Ken je Tones? Nee, vertel. Het is een heel mooi sponsorpraatje. het is een webshop waar je PC's kan kopen. En daar hebben we de onderdelen van. Dus shout-out Tones, man. Shout-out Tones. Daar is ook precies deze PC beschikbaar straks na de video. Ook link in de beschrijving met alle PC's vanuit MSC die ik samen met hun heb gefixt. Waaronder dus ook de video van, de PC van Rick. Nou, laten we beginnen, bro. Dat is goed. Ja, ik... Ik laat mijn PC's dus altijd bouwen. Dus ik zou echt niet weten waar je nou echt begint. Wat denk je? We moeten sowieso de processor op het moederbord klikken. Ja. En de videokaarten op het moederbord. Ja. En dan misschien gewoon dat hele ding in een kast schuiven of zo. Oké. Wat heb je daar vast? Een moederbord. Dit is een moederbord. Dat is die ene grote. Dit is die hele kleine grote. Kleine doosje is de processor. Dit zijn allemaal kleine doosjes, bro. Maar we gaan eerst met die grote doos beginnen. Even kleine break. Want ze zijn hier in de buurt aan het verbouwen. Funderingspalen erin aan het rammen en zo. Dus als deze camera beweegt, dan weten jullie waardoor het komt. Alles beweegt eigenlijk. Misschien zie je ons af en toe trillen. Je voelt het echt, of niet? Het gaat nog een paar maanden duren, toch? Ik hoop het niet. Nee. De B760 Gaming Plus Wi-Fi Intel Motherboard. Eigenlijk is gewoon een goede Intel motherboard. Als mensen mij vragen wat voor motherboard heb je, dan benoem ik het eigenlijk nooit echt, toch? Het is niet echt een relevante spec, als het maar ondersteunt wat erop gaat, toch? Je zegt eigenlijk gewoon, het is gewoon een Intel beeld. Je wilt vooral niet dat je motherboard niet sterk genoeg is voor je processor en je videokaart. Precies, dus wat je soort van qua verschillen hebt, is voor deze heeft, Gaming Plus Wi-Fi. Waarschijnlijk staat die plus ook ergens voor, maar hij heeft Wi-Fi, dus hij heeft van die antennes die erop zitten. Het is voor Intel. Maar kan mijn PC ook verbinden met wifi? Ja. Ik heb altijd gewoon zo de stekker erin. Ja, dat dus is wel het beste. Als je ziet, er loopt zo vanaf beneden, zo 20 meter internetkabel. Via de trap? Via de trap. Heb je geen loze leiding? Nou, het is een huurwoning, het was even gezeik. Ik denk, ik ga binnenkort verhuizen. Je hebt toch een woning gekocht? Ik heb nu een woning gekocht en dan ga ik wel netjes hebben. Ja. Hij loopt nu zo via de trap, hij is ook 3 keer kapot gegaan, via de deur. Oh, lekker. Doe mijn internet het niet. Ben ik een paar dagen niet live. Moet ik een nieuwe kabel bestellen? Nee. Dat komt wel goed, man. Dus stel dat dat gebeurt nu, dan kan je altijd op wifi streamen. Okay. Pak hem uit. Oké, nou, we gaan even kijken hoe goed mijn PC-bouwskills dus zijn. Unboxing, wil je? Ik hoop in ieder geval aan te kunnen wijzen waar de processor moet. Ja, dat komt wel goed, hoor. Dan laat ik jou hem er lekker opzetten, maar... Dat is nu een idee voor een nieuwe video. Een tijdje heb ik allemaal dingen in dingen bewaard. Dus voorwerpen in benzine, voorwerpen in zuur en zo. Ja. Wat heb je nu gewoon een pen in je reet bewaard? kijk hoe dat is gezuurd. Het leek me dus leuk om een aantal voorwerpen in water te bewaren. Elektronische. Ja. En dan eens te kijken of ze nog werken. Want een USB-stick of zo kan die een week lang in water blijven. Ja. En?
Dat is nu bezig. Dat is nu bezig, ja. Ziek. Nou, als je, misschien kan je deze er ook in doen. Ja, ik denk dat dit niet heel goed gaat in water. Nou, volgens mij in gedeioniseerd water is het ook weer anders. Dat gebeurt er niet zoveel. Ja. Ja. Dat zou jij moeten weten natuurlijk als scheikundige man. Zeker. Dat is hij ook, hè? Dat moet je niet vergeten. Hij is ook een scheikundige guy. Dus... Oh ja, jij hebt natuurlijk ook een achtergrond in niveau... Technische, ja, uit de luchtvaart. Ja, yeah. Man, ja, man. Dus, nou Rick, zeg het maar. Waar komen de H2O'tjes bij elkaar op, bij de stikstof monosulaat? Wat? Ik dacht, je wilt over een bord hebben. Ja, nee, klopt. Hier moet je processor. Ja. Ik zat te twijfelen of we hier de videokaart gingen klikken of hier. Een van de twee is natuurlijk voor de RAM en de andere is voor de videokaart. Wat denk je? Dit ziet er wel redelijk uit als slot voor de RAM. Maar dit ziet er heel raar uit. Nee, dit is te raar voor de videokaart. Dit is toch videokaart hier, RAM daar. Maar is hier dan ruimte om 5 videokaarten op te zetten? Dat is ook wel weer raar. Dit zijn er wel 4. En voor mij kunnen er 4 RAM-schijfjes in. Ik denk toch dit RAM, dit videokaart. Maar ik vind het raar dat er zoveel... Hij heeft gewonnen, dames en heren. Jawel. Jawel, hij doet het. Zullen we gewoon doen? Zullen we gewoon anders? Hier. Ik heb denk nog nooit 32 gigabyte RAM gehad. Nou, hier. Dan ik altijd wel was van ja, 16 is genoeg of zo. Corsair, 32 gigabyte, 16 gigabyte keer 2, 5200 MHz. Dat is weer Random Access Memory, geloof ik. Ja, kijk, hey! Dat is een Daft Punk album. Daar ken ik het vooral van. Lekker bro, lekker bro, oké. Okay. Nou, pak hem uit zou ik zeggen, broeder. Oké. Hier heb je een mes als je wil. Zo, dat ging echt heel erg zoep. Maar vertel even bro, want jij, nou ja, we zitten natuurlijk beide al een hele lange tijd op Twitch. Hoe lang zit jij eigenlijk al op Twitch? Nou, ik was er dus wel al toen er nog Justin TV was. Ja? Maar toen streamde ik echt nou 1 keer per paar maanden of ja, zo. Ja, oké, okay, ja. Een van mijn allereerste streams was ik dus geband. Ik had een hentai game gevonden. Oh, ja. Over Avatar. En ik vond dat super grappig, dus ik ging dat streamen. Toen ik als mijn kanaalfoetsie, permanent verbannen ook, ik dacht, oh, dat mag niet. Yeah. Je mag geen naaite cartoon personages laten zien, ik vond het wel grappig. Yeah. Toen was Serpent Gameplay geband, toen ben ik opnieuw begonnen onder Niedrik Broers. Yeah. Toen het op een gegeven moment heel groot werd, zei ik, hey, mag ik mijn oude kanaal terug? Yeah. Zeiden ze, die kunnen we niet unbannen, we kunnen wel de naam van het geband account veranderen, dan komt die weer vrij en dan krijg je die weer terug. Oh, nou nice. Dus zo heb ik toch weer dezelfde naam gekregen. Toch weer Serpent Gameplay, te pakken gekregen. Maar ik twijfel nu om er een serpent van te maken, wat toch wel heel clean is. Dat is wel clean. En ik game ook bijna nooit. Ja, ja precies. Dus het heeft niks meer te maken met gameplay. Vrij weinig, helemaal op YouTube. Ja. Lekker dun dingetje wel hoor. Ja, die is wel lekker bro. Dit zijn echt waar, een van de mooiere RAM-sticks op de markt. Oké, zal ik zelf proberen erop te klikken? Ik zou zeggen... Je hebt een heel systeem. Ja, ja, ja. Hier kun je op drukken volgens mij. Ja. Van zo toch? Volgens mij zit dit redelijk goed. En dan? Gewoon bam. Ja, doe je zo'n karate... Gewoon kracht zetten nu? Ja, ik zou gewoon je duimen... Aan de buitenkant of zo. Zo, en dan recht naar beneden. Dus niet proberen schuin, want... dit is wel een cruciaal punt hè, Rick. Harder. Harder? Breed dat ding in tweeën, zo. Voor mij zit hij goed, hoor. Ja, even kijken of hij goed zit. Kijken of... Oeh. Ja, ja. Hij zit niet goed. Ja, maar dan moet je die haakjes dicht doen. Daar zijn de haakjes voor. Als je de haakjes dicht moet doen, dan nog een keer moeten proberen. Mijn vader heeft me dus ooit mijn band leren plakken. Ja, het ding is, als je hem nu... Sorry dat ik je onder... Als je hem nu verneukt, dan kunnen we gewoon de video stoppen. Oh. En dan bouw jij hem toch lekker. Of jij bent toch de computer, man. Voor mij is het gewoon prima hoor. Je moet een klikje horen eigenlijk. Iets zei knak in ieder geval. Laat mij het zo voelen. kijk, kom goed, kijk. Oh, ja, ik ben gewoon een beetje bang. Ja, ik snap het, want dit is wel echt... dit is gewoon een kut moment. Het misschien is het ook omdat hij op dit tafeltje ligt, dan die veert een beetje mee natuurlijk. Ja, klopt. Maar ja, daarmee beschermen we wel weer de onderkant, dus... Ja. Maar vertel, je vader die had je geleerd om een band te plakken. Ja, hij had het zeg maar helemaal voorgedaan dat ik mijn band moest plakken. Ja. En wat meestal als ik dan vroeg of hij iets kon doen, dan ging hij me leren, maar dan lette ik gewoon niet op. Ja. Dus hij had helemaal voorgedaan dat ik mijn band moest plakken en toen stak hij zo'n band leeg. Toen zei hij, nu kan je het zelf. Echt? Ja, ik vond dat wel cool. Dat is wel top. Ik vond dat wel cool. Dus toen ging je het gelijk daarna achter zelf doen? Toen zei ik heb niet opgelet, kun je het nog een keer uitleggen. En toen ging je wel opletten? Nou, toen zei hij iedere stap en moest ik het zelf gaan doen. Zeg maar, in plaats van dat hij ernaast stond. Dat is wel echt een goed idee inderdaad, man. Flashback. Ja, dat is één. Nog andere links. Yay! Hey, ja, dat lege processorvakje is hem wel een beetje aan te kijken. Dus, we gaan deze fucking dikke i7-13700K erop schroeven. Zit er dan hierbij gewoon koelpasta? Zo heel klein beetje zo in dat...
Nee. Dat moet je echt los hebben gewoon. Ja, dat zit vaak bij je cooler zelf. Ik weet nog, Bardo had laatst een pc gebouwd. En dat ding was toen om een of andere reden heel traag. En toen was hij maar gewoon de koelpasta vergeten of zo. Ja, maar bro, dat is Bardo. je noemt Bardo en vergeten, dat is gewoon van, dat klopt. Nou, dit is jouw processor, bro. De i7-13700K. Maar nu kan je 8K YouTube-video's, bro. Ja, ik had nu wel soms als een nieuwe game uit is en ik wil hem spelen op stream. Ding klapt ook echt uit op mijn arm, hè? Nee. Had toch aan af kunnen liggen? Wacht even. dit was bijna een bedrijfsongeval, bro. Zo heb ik mijn hele arm overgesneden. Jezus, heb ik je geraakt of niet? Ja, nee. Wat is dit opeens? Ja, tattoo. Zo, dit was bijna... Oké, ik ga nu even rustig open. Ik heb deze van de politie gehad, bro. Zo, maar waar was je nou met je verhaal? Wat was ik ook aan het vertellen? Iets met YouTube-video's of zo. Games. Games. Wat was het ook? Ik ben zo geschrokken. Oké, maar dan moet denk ik eerst koelpasta op, gok ik? Nee, het hoeft geen koelpasta. Dat doen we straks pas. Als de koeling erop komt. Juist. Dan kunnen we er nu gewoon inklikken. Ik ben hier wel echt helemaal bang. Dat ja, gewoon heel voorzichtig oppakken. Niet in de hoekje. Nee, grapje. Je kan hem gewoon in de hoekjes pakken, bro. Gewoon voorzichtig pakken. Jij, echt. Pak hem rustig. Kijk, deze maken we open. Ik help je wel een beetje, hè? Ah, dat moet open natuurlijk. Ja. Oh, good. Hoe hard kan ik deze laten vallen, denk je, voordat hij het niet meer doet? Dat kan je misschien wel een keer in je video testen. Een video. Ja. En dit is nu het standaard principe van vind het driehoekje op het bord en op je processor en lijn dat met elkaar op. Een driehoekje, heel klein driehoekje op de hoek, bedoel je? Ja. En die zoek je dan even altijd zelf ook. Ik vind het wel heel intiem zo samen boven dat ding hijgen. Ja, hè? Hijgen even in mijn nek. Wacht, waar is het driehoekje hier? Oh, ik vind het zelf ook moeilijk, joh. Zie jij? Zou in één van de hoekjes moeten staan. Ik denk dat het dit hoekje is waar niks staat. Zo, daar is juist een driehoekje uit. Snap je? Ja. Zullen we het gewoon doen? Ja, dat mag gewoon doen, denk ik. Ja, man, kijk. Hij staat hier. Ah ja. Kun je er gewoon. Hoe doe je dit? Maar gewoon vallen? Ja, gewoon erin, gewoon rustig. Ja, en dan als het goed is, ja, hij zit gewoon zelf. Kunnen we even checken? Kijk, alles lijnt op, dus al die piemeltjes die zitten erin. Wel een mooie processor. Of niet? Zeg je eventjes veel succes? Ja, succes de aankomende jaren. Met Rick zijn content. Dit gaat niet leuk zijn. Fijne reis. Ja, dicht. En dan met deze moet je hem. Dus deze moet je echt even goed aan. Het gebeurt zoveel, hoor. Zoveel tekst. Van deze naar beneden. Deze naar beneden. Helemaal. Dit is echt kut gevoel, ik weet het. Ja, helemaal. Hoort omhoog te gaan. Ja. En dan eronder. Hier eronder. Oh. Rick, waarom zit dat los? Nee, dat weet ik niet. Wat heb je gedaan? En voor mij... kan wel zo, toch? Ja man, dit stopt. Dit hoeft niet, dat hoeft er niet eens. Dit moet gewoon weg. Ben je maar kutte, joh. Dit is kut, hè? Omdat alles is zo fragiel. Oh ja, save and replace cover if processor is removed. Ja. Ja. Dus die heb je ook gedaan, man. Laten we... Nice. Ja. Ja, man. NVMe M2 PCIe 4.0 Spatium M461 SSD. Ik dacht het al. Ziek. Maar dit is dus een 1 terabyte SSD. Want mijn huidige PC had wel een SSD, maar toen ben ik skeer gegaan. Ben ik voor 250 gig gegaan. Oh. En nu staat die gewoon altijd vol en dan wordt mijn PC echt hoerentraag. Ja man. Nee, dit is 1 terabyte. Maar ja bro, terwijl jij die uitpakt, XXL gameplay. Ja. Dat doe je nog steeds. Zeker, ja, ik denk ondertussen wel 200 afleveringen of zo. 200 afleveringen. Hoe vaak komt dat terug? Is dat een soort van een bepaalde garantie voor de kijkers dat het elke week het is? Het was oorspronkelijk iedere week, ja. Ja. Het is wel een leuk gamingpage voor de mensen die niet kennen. Het is dus iedere week, oorspronkelijk dan iedere week, een game minimaal een uur spelen. Maar vaak als ik een game een beetje leuk vind, dan speel ik hem gewoon één keer helemaal uit. Dus in één keer? Ik heb een XL gameplay van The Last of Us, die is 9,5 uur. Ziek. En dat die heb je in één keer uitgesproken? Nou, dat is dan in 2 of 3 dagen of zo. Oh ja. Maar voorheen deed maar je dan... monteert hem in één video. Ja. Mm. En voorheen was dat op YouTube. Classic YouTube is 40 afleveringen lang, een hele serie. Ja. Fuck die shit. Gewoon in één keer zo binge-watch. Ja. Het is helemaal niet slim voor je views en zo. Je kan veel beter in 40 stukjes hakken. Maar je ramt hem wel vol advertenties volgens mij. Ja, op de 10 minuten of zo. Ja, toch? Ja. Vind hem wel gul. Ja, nee, prima. En hoe gaan je kijkers daarop? Want je lult ook gewoon van alles en nog wat dan, toch? Ja, meestal lul ik er ook een hele hoop willekeurige feitjes erin. Ja, man.
En maar bereid je die dan voor of doe je dat gewoon aan de hand van wat je in de game ook ziet? Ik heb vaak op mijn linkerscherm heb ik een soort lijstje met bullet points. Van oké, dit kan ik nou wel vertellen, dit kan ik nou wel vertellen. Dat je wel af en toe als je een beetje stilvalt, dat je denkt, oh ja, ik kan hier wel een beetje over beginnen. Dan heb ik bijvoorbeeld staan... Want je hebt niet per se een chat soort van die jou terug interactie geeft of zo. Of iemand anders die tegen je praat. Je moet het echt zelf doen voor zoveel uur. Je hebt natuurlijk ook wel YouTube-video's gemaakt. Uiteindelijk is het wel een soort hele lange monoloog. Ja, klopt. Is dit een 1 terabyte? Ja, man. Hè? Ja, bro. Ik heb dat andere geheugen in mijn PC was voor mij wel groter, wat dikker vooral. Ja, dit jij hebt de SSD, soort van de klassieke SSD's. Dat is gewoon zo'n schijfje. Ja. Klopt. En je hebt ze ook van 2 en 5 terabyte, volgens mij 10 zelfs. Dus, op een SSD? Ja, man. Waarom heb je die niet? Ja, Messi, waarom hebben we die niet? Waarom hebben we die niet? Eens even kijken, waar zullen we deze opprikken? Waar zullen we die doen? Ik denk hier. Ja, dat ziet er op zich wel goed uit. Hij kan daar, maar dan moeten we eigenlijk hier nog iets op je moederbord zetten. Maar wat je het beste kan doen is, aan je linkerkant, daar, onder het doosje van de Dominator Corsair, daar zit een grijs doosje. Pak die. En de magneetstrip. Pak hem. Dit is de geheime... Geheime toolkit. Geheime toolkit. Want we gaan dit eraf halen. Ah. Daaronder zit hij. Dan is ja, hij net ja, ik zou het kunnen raden. Dat is lullig. Ja, sorry man, sorry. Maar jij doet momenteel ook niet echt meer echt losse gaming video's maken, toch? Nee, maar dat heb ik eigenlijk nooit ook echt gedaan, hoor. Niet? Ik heb dat nooit gedaan, nee. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik heb eigenlijk altijd de highlight reels heb ik eigenlijk al heel lang lopen. En ik vond dat wel prima. Ik had altijd een gevoel van, wil je me zien gamen, kom dan maar naar Twitch. Ja, fair enough. Een soort van, ik ga niet nog los een Counter-Strike video maken of zo. Van, dat zie je dan of op die hoge lichten serie, of je komt naar Twitch toe. Ja, en dan op Twitch of op YouTube zelf doe ik dan met tag of dat soort shit. Oorspronkelijk ook wel echt een beetje van Twitch en toen naar YouTube gegaan. Ja man, ja man. Die is voor jou. Oké. Kijk, en dan is het gewoon dat oplijnen erin zetten. Ja. Beetje schuin en dan duw je hem naar beneden. En dan met deze kan je hem zo dichtdraaien. Dus gewoon zo erin? Ja. Beetje erin duwen. Ja, denk zo. Top. En dan duw je hem naar beneden totdat hij daar uitkomt precies. Moet je hem zo doen. En als het goed is kan je hem dan precies zo dichtdraaien. Ja. En dan kunnen we dit er vast weer op doen voor de leuk, kan ook niet, toch? Het kan ook niet, maar het is wel mooi om gewoon af te sluiten, denk ik. Ja? Denk het, ja het ligt eraan, wat wil jij? Nou, dan is het wel beveiligd. Zoiets, I guess. Ik zie vooral niet of je daar nou echt lekker gaat, het soefje ligt ook hier nog. Oké, vast. Ziek. Ik vind het wel vet dat alles ook zo zwart is. Ja, toch? Ze hebben er niet zo van rare kleuren disco van gemaakt. Nee. In principe nu klaar, bro. Klaar om in de kast te zetten. Oh, ik dacht de videokaart, maar... Ja, die doen we pas echt erop, zodra die in de kast zit. Ah, oké. Nou, ik weet dus nog helemaal niet hoe de kast eruit gaat zien. Die hebben helemaal gekleurd. Alle kleuren van de regel. Echt? Ja, zie. Oh, wat vet. Ja, man. Je wilde het hebben, daarom speciaal voor jou. In mijn vorige PC had ik zo'n mooi raampje. Ik had zo'n RGB videokaart, ook van MSI. Ja. Met een gaming trio was dat. Alleen, dan zat dat raampje van mijn kast zit dan zo net aan de kant waar die zo naast je bureau staat. Oh, net balen. Heb je zo'n hele mooie lampje setup en dan zie je het alsnog dat niet. Dat is wel altijd jammer inderdaad, dat je dan zo je setup hebt en dat je denkt, shit, ik zie het niet eens. Dat is de Forge 112R Gaming Case. Oké. Geen idee hoe die eruit ziet, want hij is een beetje best wel abstract. Je wordt er nog verrast. Heb je al een keer zo'n video gemaakt dat ze zo'n PC bouwen op een stuk hout? Dat je zo die hele PC, zo de losse onderdelen zo... Oh ja. Nee, die heb ik ook wel gezien. Ik vind dat zo fucking cool. Ja. Ja, haal dat los. De eerste indruk is wel een beetje een braaf kastje. Maar ik ga hem waarschijnlijk helemaal onderstickeren aan deze kant. Dat vind ik wel leuk. Dat is wel gewoon top. Een beetje overal en nergens stickers vinden en dan gewoon zo pam 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 pam. Hij is wel gewoon mooi inkijk. Hij heeft een mooi inkijk. Zeker. Ja toch? Ik ga natuurlijk binnenkort dan echt een hele nieuwe studio bouwen. Ja. Dan is nu, ik ga verhuizen over een maandje en dan wil ik eigenlijk eerst een tijdje streamen vanuit de woonkamer. Ja, oké. Dan zet ik gewoon zo de PC gewoon op de eettafel. Ja. Dan mag ik daar gewoon mijn hoekje van. Dan kun je een beetje mijn huis zien en zo. Ja. En dan ondertussen die hele studioruimte gaan verbouwen. Ja, perfect. Ik vind het verhuizen altijd zo gezeik. Je wil gewoon de ene dag live en de volgende dag weer live. Ja, en dan moet je bro, hele setup maar dat één gaat dag niet, over. Man. Dat gaat niet. Dus mijn plan is denk ik ook een beetje om deze PC gewoon nog eventjes een maandje rustig neer te zetten. Dan bij de verhuizing kan ik gewoon meteen alles in één keer opzetten. Of gewoon tussendoor dingen hierop klaar te zetten, dat je OBS werkt en noem het maar op.
Dus dat die helemaal geïnstalleerd is en dat je straks gewoon gelijk kan gaan. Ik ben altijd een beetje iemand die het heel eng vindt om in één keer over te gaan. We hebben de ene PC gewoon nog hier staan en de andere PC daar. Dan kun je er nog een beetje in. Ja, ja, tuurlijk bro, tuurlijk. Dat snap ik helemaal, man. Dat snap ik helemaal. Nou, we gaan je moederbord gaan we hier in. Je moeder. Ja, je moeder. Nee bro, je weet dat ik geen je moeder grappen maak. Dan ben je de enige. Okay. Wil jij hem erin tillen of zal ik het doen? Ik vind het echt wel leuk, als ik bijna alles gedaan heb natuurlijk. Doe jij het maar. Ja, dit gaat goed. Ja, en dan? En dan schuif je een beetje naar links toe. Naar links toe. Wacht, ik zie hier wel een kabeltje wat een beetje... Dan moet hier natuurlijk uitkomen, ja? Ja. Zal ik even aan die kant even helpen? Kom maar dan. Ja. Schuif hem nu maar deze kant op. Oh, een beetje omhoog. Ja. Eigenlijk had ik nog even... Hou deze even goed vast. Want hier achterin zitten die schroefjes voor in je kast. Ben je nu iets aan het vastschroeven of niet? Nee, ik ben het vooral aan het loshalen. Ja bro, waterkoeling. Ik weet niet of ik ooit waterkoeling gehad heb eigenlijk. Wat zijn de alternatieven? Gewoon lucht. Luchtkoeling, waterkoeling. Aardekoeling, vuurkoeling. Ja. Luchtkoeling, waterkoeling en stikstof. Vloeibare stikstof. Ja, heb je al een paar keer gezien op van die gaming events. Maar dat zou ik niet aanraden voor jou. Moet je continu erop gieten ook. Het ziet er wel cool uit ook. Die halve kast zo bevroren is en zo. Ja, vet. Nee, dit is waterkoeling closed loop. Eigenlijk heb je nog waterkoeling custom loop. En dat is dat ze hem helemaal zelf bouwen. Dat ziet er wel heel vet uit met die buisjes en zo. Mm-hmm. Dan heb je bijvoorbeeld, ik weet niet, nou, jij met jou, bijvoorbeeld je hebt Twitch kleur of een bepaalde logo of iets. Dat je dat op het reservoir hebt en zo. En dan heb je ook van die fluoriserende, dus het is wel heel dik. Soort van als je ooit iemand kent in je community die daar goed in is, zou je hem natuurlijk kunnen uitnodigen om een heel custom loop te fixen voor jezelf. Ik ben nu heel benieuwd, hoe warm wordt dat water? Ja, kijk, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, we gaan hier in, met twee fans, closed loop, een mooie naam, Mercore Liquid 240 RV, V2 hè bro. Ja, de V1 was goed, maar dit. Dit is ziek. Huh? Zo. Haha. Ziek. Een heleboel boutjes, moertjes. Een heleboel shit. Nog meer shit. Nog meer shit. Dat was hem? Huh? Huh? Ik vind nou wat... Dit is het. Huh? Hè? Nee, tuurlijk niet. Ik heb het er al ingezet. Ik dacht al, loopt er niet door deze hele kleine London slangetje loopt door 5 druppels water mijn hele PC te koelen. Maar je zag ook dit, je zag hoe klein zijn die fans. Ja. Zo, die miniatuur. Nee, ik heb... ik merkte toch dat vaak in de video's dit heel lang duurde. Dus ik heb hem er al ingezet. Je had geen zin om te lang bij mij te chillen, ik snap het. Nee, nee, daar ligt het niet aan. Het is meer qua tijd, een soort van met de tijd die we zitten. Hij zit er al in. Kijk, dit is de pomp die erop zit. Dit zijn de slangen, dus dit komt uiteindelijk op je CPU. Mm-hmm. En hij zit daar al bovenin, de twee fans. Dus in principe is hij al ready to go, man. Zit er dan al water in? Of kun je er zit al water in. Nee, je kan om je PC zo naar de gootsteen te brengen. Nee. Je kan hem ook niet bijvullen, maar dat is ook niet nodig. Ja, man, bro. Nee, wat we nog wel moeten doen is zo'n bracket erop zetten. Nou, jij hebt een LGA 1700 processor. Dat is de socket. Dus dat is gewoon iets op je moederbord. Dus we hebben deze nodig om uiteindelijk de cooler erop te zetten. Dus deze gaan we erop zetten, man. Dit is wel het enge wat ik vind aan zelf een PC bouwen. Dit zijn heel erg bang, maar dat je dan misloopt. Ah, ik heb net deze ene aansluiting niet. Ja, dit zijn wel soort van de kleine de details. Van wat moet nou waarop? Is het deze? Is het deze? Ja, vaak leveren ze natuurlijk gewoon alle varianten mee. Ja, zodat man. Je sowieso een beetje uitkomt. Precies, precies. Ik ervaar er, dat zoveel expertise van jou kan, maar nu lopen toch een beetje stuk op de... De waterkoeling. Hoezo stuk? Dat jij niet gewoon meteen instinctief aanvoelt. Dit moet hier, dit moet daar. Kijk. Nu ga ik je toch even onderbreken. Iemand die goed is, die check, dubbel checken. Dat is waar. Hoe erg ik het ook haat. Check, dubbel check. Kijk, zet er dit erop. Zodat die echt vast zit, snap je? Ja. Aan jou de eer, bro, om deze peel te fixen. Maar hier zit dan dus nu koelpasta op dan? Aan deze kant. Nee, nog niet. En dan misschien doen ze het er gewoon alvast op voor. Dat doen ze soms wel, maar hier heb ik een tubetje koelpasta. Ah. Nee, wat we doen is, hier heb je verschillende manieren voor. Ik doe meestal ter grootte van een ert in het midden van je processor. Ik vind het wel spannend. Nee, dit kan jij.
Dit ga jij doen. Formaat. Jij hebt maar één kans, volgens mij ervaringen met spuitjes. Ik vind het alsof ik een soort drugsgebruiker ben. Jij hebt ervaringen. Ja, ik heb wel op een lab gewerkt, ja. Nou, daarom. Ik bedoel, okay. Dit is een scheikundige. Wacht even. Dit is het moment. Hè? Dit is het moment. Scheikundige man, ik wil een Breaking Bad intro voor dit moment. Ik ben nu heel erg bang als ik ga drukken dat hij zo een keer floep, zo een keer helemaal leeg spuit, zo flat. Jij kan dit, bro. Jij kan dit. Dit is Rick, de scheikundige man, HBO gedaan, alles, hè? Afgestudeerd. Uni, wacht even, Uni? Ja, Jezus. Ik ga niet eens kijken. Maar het is niet rond. Misschien is het goed om met iemand te praten. Wat? Wil je dat ik op het web ga zoeken naar zelfmoordpreventie? Oh. Wow, zo. Laat het me weten als ik iets kan doen. Zo, dat is wel maar, mooi van Siri. Dat vind ik wel weer mooi. Ik mag eigenlijk nog wel groter, maar... Rick, wat heb je gedaan? Dat vraag ik me ook af. Je moest gewoon... Jezus, Rick. Dat komt er wat meer druppelvormig uit. Ja, dat was wel de bedoeling, hè? Is dat een beetje opgedroogd of zo? Laat me eens even voelen. In het begin was het gewoon een beetje droog, denk ik. Oh ja, ik zie het. Of roert er doorheen. Nee, we doen een beetje zo. Het is vooral belangrijk dat het evenredig verdeeld is, toch? Ja, aan de ene kant zit het misschien wat hoger en dan... Nou, kijk, we doen nu gewoon zo. Die kan weer dicht. Pas op dat het niet op je vinger komt, want het is echt muf spul. Nu laten we het zo, doen we dit erop en dan vanzelf spreidt het. Ja. Oké? Okay? Dat doe ik vaak met mijn hamburgers als ik er saus op doe. Gewoon even goed drukken. Juist. En dan spreidt de saus vanzelf. Perfect, bro. En over gesproken, ik ga zo even lekker hamburgertje eten, nee. Oh. Van berenhappie. Oh. Oké. Oké, ik ga je wat zeggen, man. Beste hamburgers van Nederland, go. Gewoon... Eén, je mag er eentje kiezen. Van fastfoodketens, of? Ja, fastfoodketens. Van wat is de beste hamburger van Nederland? Terwijl je dat aan het antwoorden bent, ik hou hem vast en jij schroeft deze erop, ja? Kan je gewoon eerst met je hand doen en zo meteen met schroeven draaien. Ja, controversiële keuze, maar ik ben altijd heel erg fan van de extra long chili cheese van de Burger King. Oké. Met jalapeno's erop. Maar eigenlijk sowieso haal ik meestal gewoon whatever the fuck voor Burger King nieuw heeft. Dus wel Burger King? Maar ook vaak ben ik wel weer teleurgesteld hoor. Dus wat is er even goed nadenken? Je mag één burger voor de rest van je leven eten. Toch de Big Tasty. Big Tasty, oké. Maar ik haal die bijna nooit, omdat... Maar was hij voorheen groter, maar er zat echt 1000 calorieën in één Big Tasty. Oh ja, dat is wel ziek. Dat is wel ziek, man. Ja, yeah. Big Tasty. Ziek. Toen op een gegeven moment kwamen ze met een dubbel Big Tasty. 2000 calorieën. En toen hebben ze hem dus ook meteen kleiner gemaakt, geloof ik, definitief. Oh. Hij is echt veel kleiner nu. En bij de Burger King heb je de Whopper, toch? Dan ben ik meer van de Big King. Big King. Zo, Big King minuutjes voor 1 euro. Die had je op een gegeven moment. Ah ja. De King Deals. Zo eten ze volgens mij. De King Deals van 1 euro, bro. Die heb ik echt wel vaak gehaald. Jezus, in studententijd ik ook, man. Eurotje, happakee. Nee, voor mij is het qua burger, is het voor mij gewoon echt wel één koning der burgers. En ik haal hem eigenlijk niet eens zo heel vaak meer. Hij is klein, hij is goedkoop en hij is gewoon altijd goed en niet te gek. Dat is de grillburger van de Febo. Echt? De grillburger van de Febo is echt een goat, man. Denk er even aan, bro. Je kan er zeker 2 van op. Ik vind die burger er gewoon al goor uitzien. Ja, maar dat is juist goed. Je kan er zeker 2 van op. Hij is niet zo duur. Voorheen haalde hem zo met een fantaatje met mijn moeder. Maar het is ook misschien nostalgie. Ja, misschien proef je meer de nostalgie. Ja, man. Dat ik met mijn moeder was in Alkmaar stad. En dan haalden ze zo'n patatje en een burgertje. Fanta, die deelden we dan met elkaar. Ja, ik kreeg dan een soort van een glaasje en zij dronk dan uit het flesje. Het was echt zo'n momentje met mijn moeder, man. Vond ik echt wel een mooi moment. Hoe strak willen we dit hebben? Ik denk wel strak, toch? Ja, gewoon goed strak. Hoe strak willen we beter? Pasht is vast en nog een beetje meer vast. Het waterkoeling zit erin, mijn broeder. Dat betekent dat we nog 3 dingen moeten doen. Een paar kabeltjes aansluiten. Voeding belangrijk. Maar laten we nu, voordat we de voeding gaan doen, even alvast. Dat ga ik dan wel even doen, want het zijn allemaal van die kleine kabeltjes en dingetjes. Die is bijvoorbeeld voor je USB hier aan de voorkant. Ah ja, dan moet ik audio, dat soort benden. Dus dat ga ik gewoon even hier fixen. En ja, man. Als je aan deze kant kijkt, dan denk ik wel echt een zootje aan kabels. Het is echt de kutbende nu, ja. Het is echt de tyfusbende. We kunnen naar de voeding.
En dan gaat het heel hard, jongens. Voeding is belangrijk. Vergeet je eiwitjes niet. Juist. Rick, neem jij ze eens even mee met even je gym talk. Dat was het. Eiwitten. Proteïnes. Innemen dagelijks. Per kilo lichaamsgewicht 1,5 gram eiwit. En dan sporten ofzo. Dat is heel belangrijk, hoor. Gamen, dat is echt belangrijk. Gamen is echt belangrijk, bro. Weg rot op je bureaustoel. Shout-out bureaustoel, shout-out game, shout-out rotten. Shout-out plastic wraps. Deze doos is echt heel cool voor voeding. Voeding is toch ergens wel misschien het meest saaie onderdeel van je hele pc. Maar hoe vet hebben ze hem gemaakt? Dan hebben ze de doos wel heel cool gemaakt. De doos is super cool, bro. Laten we eens even kijken. Wat voor voeding hebben we eigenlijk? Noem jij het eens even een keer op. Dat is de... Wat staat hier bij het? Zo, dit is wel echt een hele lijp voeding. MPG. AB is de 5? Ja, 5 hè. 5 OG. Precies. Dit leest echt niet lekker voor me. PCIe 5. De precies. Het lijkt wel op precies. Het lijkt wel op precies. Eerlijk, laat eens even zien wat je bedoelt met precies. Precies. MSC, precies. Hij is ATX 3.0 compatible. PCIe 5.0 ready. Heel lijp, heel eng. 12 keer de total power excursion. Gold. 3 keer GPU power excursion. Is hij gold? Is hij 80 plus gold? Hij is 80 plus gold. 80 plus gold, jawel, we hebben 80 plus gold. Want het is een... volledig modulaire voeding. Dat betekent dat je alleen erop prikt wat je nodig hebt. Dat is lekker, hè? Oh, ik dacht we gaan echt iedere losse USB-poort gaan we nu een kabeltje geven. Nee. Dit is... Kijk, dan hebben we bijvoorbeeld... We hebben dus ruik. Oh! Je ruikt Japan nog in die zak. Juist! Kijk, dit is... De fabriek. Oh, ruik. Ja, maar lekker of zijn. Ja, hè? Beetje benzine of zo. Ik weet niet. Ruikt naar brandstof. Wat is dit? Dat zijn van die lijmsnuivers geworden. Nee, dit zijn allemaal van die lekkere kabeltjes waar we een deel van gaan gebruiken. Dat is je voeding. Laat hem even zien, bro. Haal hem er even uit. Dat bakkie. Ja, hij is wel mooi, hoor. Hij is netjes. Hey? Hij is netjes, bro. Oeh, heel lekker. Kijk, hier gaan we al die kabeltjes op pluggen. Dus dat ik geef jou gewoon wat kabels en dan kan jij die erop zetten. Alright, bro. We hebben hier een mooi videokaartje, bro. 4070. Een 4070. Een 4070, mijn broeder. Ik heb gewoon die hele 30-serie gewoon overgeslagen. Die heb jij gewoon overgeslagen. Ik ben gewoon een tijdje afwezig geweest op de videokaartmarkt. Ja, man. En het mooie aan deze is dat, 40-serie. Shoutout Nvidia. Super dik. Mooi spul. En zeker weten. Even dat. Een gekke videootje van, je weet toch, over de 40-serie. Die komt er nu aan, ja? Let's go. Wat nice is aan deze 40-serie, DLSS 3.0, zeg je misschien niet zo heel veel, maar als jij ooit weer van plan bent om de nieuwste games te spelen, frame generation zit erop, waarbij je dus in veel games, ja, ze zeggen dubbel of zoveel FPS. Soms gebeurt het wel, maar vaak is het wel een flinke boost van 50, 60, 70 FPS bijvoorbeeld. Hogwarts Legacy had het ook uit mijn hoofd. Diablo van laatst, Remnant, ik weet niet of je die hebt gezien, Remnant game. Dus het zijn games die, als ze dat supporten, krijg je gewoon fucking veel frames ervoor terug. En dat is gewoon simpel een knopje aanzetten en klaar. En dat is heel nice in die 40-serie, man. Laten we hem uitpakken. Laten we hem uitpakken, ja. En in jouw PC rammen. 4080 dan wel ook 3 van die stukjes? Ik kan me herinneren dat mijn vorige videokaart had 3 van die, ja, van die fans. Het ligt een beetje aan de uitvoering van de kaart, inderdaad. Volgens mij heb je, ik weet het niet zeker, want kijk hier, Ventus 2 keer en vaak staat die 2 dan synoniem aan hoeveel fans erop zitten.
Hoppa. Ja, lekker kaart. Het is een subtiel kaartje, moet ik zeggen. Voor mijn gevoel is mijn 2070 echt een stuk groter inderdaad. Ja man, ja, ja, ja. Maar het is voor de rest een 4070. Je hebt ook de TI. Dus ja, het ligt er maar net aan welke uitvoering het is. Oeh, lekker hoor, bro. Hier ga jij lekker op gamen, bro. Zeker. Hier ga jij lekker op gamen. Nee, shit doen. Lekker Harry Potter op 15.000 fps draaien. Laten we hem erin zetten, broeder. Voor mij was mijn allereerste videokaart echt een 960 of zo. Wel van Nvidia. De 9's, die rode. Ja. Ja, ik weet precies. Die lijkt best wel hierop eigenlijk. Heb ik daarna nog iets van een 1080 Titan gehad. Oké. Okay. Alright, ik breng de PC hier naartoe. Dus dit ga jij doen, broeder. Boom. Deze halen we eraf. Huh? Oh, nee. Oh, nee. Nou ja, oh nee, als in ik moet een kabeltje even opnieuw aansluiten. Dit is wel echt kut. Zo zie je maar weer. Dan leren we weer wat, jongens. Ik klap en dan zijn we in één keer terug bij dat moment dat we de videokaart inbouwen. Oké, jeetje. Wonderwereld van monteren en zo, editing. We zijn er. Ja, man, zet hem erin, bro. Oh, videokaartje. Oh, ziek. Ja, mooi, ziek. Dat ga je nooit zo vragen. We rammen deze naar beneden. Klik. Ah, oh, daar en dan. Naast de SSD, okay. Ja. Zo. Jij ziet wel. Ja. Probleemoplossend denken nu, Rick. Wat ga je doen? Ik zie vooral slecht waar die ook weer. Naar beneden toe. Naar jou toe. Naar jou toe. Ja, nu naar achter. Naar links. Kan niet. Links. Meer naar links. Links. Ga dan naar links. Kan hij niet? Naar beneden, naar links. De onderkant meer naar links. Oh, ja. Ja, wacht. Ik help je een beetje. Ja, nu een beetje naar beneden. Ja. Oh, dat gleed er zo in. Drukken. Naar beneden toe. Druk. Hard. Oh. Dit is hem. Ja? Dit is hem. Zo. Hij zit. Ik wil hem vooral zo even aanzien gaan inderdaad. Ja. Beetje Frankenstein, toch? Hier. It's alive. Trek jij even deze ultra grote piel even eraf. Dit wordt leuk. Even een goede piel pakken. Oh. Andere kant. Nog eentje. Oké. Misschien wordt dit nog wel beter. Laten we hem dubbel pielen. Oh, ziek. Heel ziek. Mooi raampie. Is wel een mooi raampie. Aan de zijkant erop. Laatste vier schroefjes. Ja. Ik ben zo benieuwd wat je hier allemaal, hoe de eindvideo eruit gaat zien. Hoe lang zijn deze video's meestal? 45 tot een uur. Echt? Oh joh, dan wordt er niet geknipt. Nee. Jawel. Kijk dit bro. Eerlijk. Oeh. Eerlijk wat clean. Ik ben echt gewoon opgewonden benieuwd als een jochie met kerst, weet je. Ziek. Het ding moet gewoon zo snel mogelijk aan. Hij moet gewoon zo snel mogelijk naar huis. In stopcontact. Ja, gewoon meteen. HDMI-kabels erin. En dan ja, Minecraft erop of zo. Na een dag bouwen. Een paar uurtjes. Hele dag, hè? Hele dag. PC bouwen, alle pre-build kopen, kost gewoon dagen om in elkaar te zetten. En nu zijn we er. De gaming PC. Serpent moet ik een Serpent of Serpent gameplay noemen? Wat wil je? Rick. De gaming PC van meneer met slechte oorbel. Aan jou de eer, bro. Ik hoop dat alles het doet. Oeh, blauw. Lijpe RGB. Ik zie wel iets wat niet goed gaat, man. Ik zie hier een fan die niet aangaat. De Tjorgmeister. Nee, ik fix dat sowieso meteen nog. Ja, dat doet hij altijd. Dat hij geen besturingssysteem ook heeft. Maar die fan, wat moet er nog gebeuren nu? Nou, die ga ik even fixen gelijk. Hold up. Er moet een stekkertje in of zo ergens. Ja, het bleek dus dat er een kabeltje niet goed zat. Mijn schuld. Nee, het was mijn schuld. Ik laat hem niet de schuld op. Nee, hij zat helemaal verstopt ergens achterin. Ik kon hem niet vinden. Maar blijkbaar je dacht eerst echt dat die stuk was. Ik dacht oprecht, omdat, maar blijkbaar was dat een kabeltje van de CPU-fan van de pomp. Ah. En die van de case-fan, die zat weer echt, maar ik had ze toch door elkaar heen gehaald. Fuck it, lang verhaal kort, het is nu gefixt. Kijk maar, boom. Daar is hij. En bro, kijk, je houdt hier bovenin LED een paar seconden ingedrukt. En dan zinkt hij even al je fans, hopelijk.
Laat hem los. Ah. En dan kan je hiermee nu... Hey, de discotheek. Nee, ik dacht al, ik krijg opeens blauw zonder dat ik het wist. Nee. Kijk, klik. En die van je ramsticks, die moet je dan met een programmaatje doen. Ik vond paars wel het meeste, denk ik. Ja? Ik ben wel het meest enthousiast over. Dit is wel lekker, hè? Vet, maar paars wel nice. Ja, man. En die RGB op je ramsticks, super nice. Ja, het is fucking nice, man. Het staat je goed, bro, deze PC. Hij is clean. Ik vind vooral ook het geluid heel fijn. Mijn huidige PC doet echt zo... Ja. Zoveel rust opeens. Bro, dit is jouw PC, man. Je mag hem lekker mee naar huis nemen. Oeh. En hij komt natuurlijk ook live op de website. Dus check dat in de beschrijving. En ik zou zeggen, broeder, ga er lekker van genieten, man. Ja, dankjewel. Ja, man. Goeie shit. En we zien wel weer de XXL gameplays, de Twitch streams, alles. Nou, er gaan een hoop video's uit deze PC rollen, zeker? Ja, man. Wil je nog wat kwijt aan de kijkers? Dankjewel voor het kijken. Hi. Later. Ja. Hey. Later. Oh, zijn we alweer? Zijn we nog? Oké. Okay. Zo heel langzaam.